Assistent-scheidsrechter Frank Blijen was oorzaak en voorwerp van heel wat Brugse frustratie. Niemand bij club begreep waarom Makpala's doelpunt werd afgekeurd. De vierde scheidsrechter legde Akpala hier wel even uit. Maar niemand bij club die het toen al wilde geloven. Was de bal over de doellijn of niet voor hij bij Akpala belandde? De beelden geven geen uitsluitsel. Het gebaar van Frank Blijen is anders wel duidelijk genoeg. Jammer genoeg keurde diezelfde Blijen in de eerste helft de Gentse gelijkmaker goed, ondanks buitenspel. Al hebben we al flagrantere gevallen gezien dan dit. Trontsoliet zegt het al heel de play-offs. Details maken het verschil. Club weet het nu ook. Het zijn van die kleine details die het verschil maken, spijtig genoeg. En allee, kleine details. Ik denk dat dat niet echt een kleine detail meer is. Maar oké, het zij zo. Op dit moment zitten we redelijk diep. Zijn we een beetje gefrustreerd, zijn we kwaad. Kwaad omdat het anders had kunnen lopen. Club begon goed met Bakka als tweede spits. Hij was de aanleiding tot de vroege en verdiende voorsprong van club. En dan Hoefkes met de 0-1. Hoefkes had zelfs matchwinnaar kunnen worden. Hoefkes dan maar. Ja, Karel Hoefkes dichtbij zijn tweede. Nu werd Hoefkes de antiheld. Over het keerpunt, de strafschopfout, is weinig discussie mogelijk. Over de rode kaart die Del Ferriere wel moest trekken, evenmin. Club nog een half uur met zijn tienen en met een achterstand. Dat was te veel van het goede. Weg de titel dus en zo had club zijn gelijk. Het had toch nooit in die titel geloofd. Aber eigentlich seit Monaten nicht. Ich habe eigentlich nur das Spiel ein bisschen mitgenommen. Ich habe vor Monaten gesagt, Anderlecht ist die beste Mannschaft, wird Meister. Und auch wenn es rechnerisch noch nicht endgültig besiegelt ist, gehe ich davon aus, dass sie sich das nicht nehmen lassen. De titel voor Anderlecht, voor de tweede plaats wordt het nog knokken. En dat kan A-agent wel. Het had voldoende kansen om drie wedstrijden te winnen, maar vooral het zette net als in Kortrijk een scheve situatie recht. De manier en de hardnekkigheid waarmee we ons terug in de wedstrijd hebben gewerkt, wat ook vorige week in Kortrijk zo was, dat doet me eigenlijk heel veel plezier. Dat betekent dat we dus niet aan het groeien zijn, puur op voetbaltechnisch vlak, maar dat we ook als club een stukje aan het groeien zijn. De tweede plaats kan dus nog, maar geen enkele Buffalo durft die ambitie hardop uit te spreken. Ik ben een beetje bang als je de groep nu zou meeslepen naar andere doelstellingen, dat je dan misschien veel tegelijkertijd zou kunnen verliezen. Wij hebben een doel, Europees, en dat willen we niet veranderen. Vandaag hebben wij drie bonuspunten gebracht. Woensdag op bezoek in Anderlecht hoopt A-agent op nog meer bonuspunten.